Een hele goede dag en welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Talk Invicta. Een heel leuk, gezellig programma vol informatieve nieuwtjes over de horloges van Invicta. Mijn naam is René Kogelman en zo dadelijk hebben we via de verbinding, via videocall, hebben we dan Wim van Buhl hebben we dan in de uitzending. Weet je wat? We gaan Wim er meteen bij halen. Want Wim zit al klaar. En kijk eens daarachter. Daar hebben we dan Wim van Buhl. Een hele goede dag, Wim. Leuk dat je tijd wil vrijmaken voor Let's Talk Invicta. Eigenlijk zou ik zeggen, Wim, hoe is het met je? Ja, heel goed, René. Kijk. Ik ben helemaal klaar voor een half uurtje mooie show. We hebben hartstikke leuke horloges gereserveerd. Ja. We hebben wat leuke informatie, wat weetjes over ons merk. En ik kijk er echt naar uit om er even samen te knallen. Nou, kijk, hartstikke gaaf. Jij zegt van leuke weetjes. Wat is bijvoorbeeld een leuk weetje over Invicta? Nou, wat een heel leuk weetje is en waar we erg trots op zijn, is dat we een van de oudste horlogemerken ter wereld zijn. Ja, oké. En sinds 1837 maken wij horloges, uurwerken en polssieraden. Ja. En waar we ook nog heel erg trots op zijn, wat eigenlijk niks te maken heeft met het bouwjaar, maar wel met onze huidige situatie. Wij maken meer dan 4500 verschillende modellen per jaar. Ja. Er is geen merk ter wereld die dat kan navertellen. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg bijzonder, hè? 4500 verschillende modellen per jaar. Hoe kan dat? Is dat designer team huge of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, we hebben geen huge designer team, wel een enorm fanatiek designer team. We zijn continu in contact met elkaar. Via onze CEO in Amerika, waarbij continu zeg maar nieuwe modellen gebriefd worden, nieuwe materialen, nieuwe kleuren. En die designer teams, er zijn er om precies te zijn 3, 1 in Zwitserland, 1 in Italië, 1 in het Verre Oosten. Die designer teams met onze input van ons allemaal, ja, binnen de Invicta familie, worden eigenlijk ook een beetje tegen elkaar uitgespeeld om tot een zo mooi mogelijk ontwerp te komen. Ja. He, dus ook daar onderling is wel wat strijd en en dan wordt er ook nog eens een keer goed samengewerkt met onze technische afdelingen, omdat het ook technisch haalbaar moet zijn wat de designers willen. Dat is echt wel een heel mooi proces om dat mee te maken. Oké, dat proces om mee te maken, hoe lang duurt het zeg maar gemiddeld voordat zo'n horloge zeg maar daadwerkelijk dan geïntroduceerd wordt? Is dat juist omdat jullie zoveel horloges hebben, is dat stomend kokend water? Of is dat echt een proces dat jaren duurt? Nou nee, het proces naar een nieuw model toe kan heel lang duren. Ja. Als ik over onze recente introductie, de Hercules, praat, dan praat ik weer over bijna een jaar van eerste tekening tot uiteindelijk product. Ja. Maar als we echt over een kleurverandering praten en dat soort zaken, dan kunnen wij normaal gesproken, kunnen we die modellen introduceren tussen de 190 en 240 dagen na akkoordmelding. Oké, en zo'n horloge wordt helemaal van onder tot boven wordt dat helemaal geschetst. Hè? Maar daar komen we in een later tijdstip in deze uitzending, komen we daar nog op terug. Maar jullie hebben dus ook stores. Kun je daar wat meer over vertellen? Over ja, wij hebben in Amerika hebben wij inmiddels al bijna 100 winkels, eigen winkels, monobrand stores. En in Europa zijn wij recent begonnen en hebben inmiddels al 4 monobrand stores, waarvan 2 in Nederland, in Designer Outlet Roosendaal en 1 in Designer Outlet Bataviastad, ja, bij Amsterdam. We hebben een winkel in Zweibrücken, Duitsland, en we hebben een hele mooie winkel recent geopend in Portugal. Ja, dus daar heb ik op dit ogenblik. Lissabon. Ja, dat heb ik op dit ogenblik. Heb ik dat ervoor staan. Dus deze foto laat dat zien. Ja, daar zijn we enorm trots op. En voor mensen die echt ons merk willen begrijpen, de sfeer willen proeven, voelen, knijpen, ga alsjeblieft naar onze winkels. Ja. Als je daar binnen loopt, weet je meteen waar wij voor staan. Maar ik kan me voorstellen bij 4500 verschillende modellen per jaar, dat je niet alles in die stores hebt liggen. Klopt dat? Nou, dat klopt, René. Punt 1 worden ze natuurlijk niet alle 4500 tegelijk geïntroduceerd. Dus dat is een constante stroom eigenlijk van nieuwe modellen, van aanvullingen, van kleurwijzigingen. Ja. Wij hebben wel altijd een enorme up-to-date collectie in die winkels.
En we hebben ook een speciale serie Store Exclusives, waarbij modellen speciaal alleen voor de winkels gemaakt worden. Ja. Oké. Okay. Nou, hoe dat, wat natuurlijk ook heel leuk is en wat vooral heel bijzonder is, als jij op dit ogenblik kijkt hier naar Let's Talk Invicta, dan kun jij gebruik maken van hele speciale aanbiedingen. Dus dat zijn aanbiedingen die je alleen nu gebruik van kunt maken. Omdat jij nu kijkt, krijg jij speciale kortingen. En we hebben dus een horloge hebben we geselecteerd. Wim, welk horloge hebben we geselecteerd? Ik zal hem er meteen eventjes ook voor zetten hier. Zodat we ook daadwerkelijk daarin kunnen meekijken. Schakel ik hem er eventjes voor. En dan heb ik hem hier. Zo, eens eventjes. Deze moet eventjes zo groot in beeld. Kijk eens. Nou, in ieder geval, daar hebben we dan deze prachtige Coalition Force. Ja, dat is onze eerste aanbieding van vandaag, René. Ja. We hebben een drietal modellen geselecteerd. De Coalition Force wilde ik eigenlijk meteen op één zetten, omdat ik zelf heel erg trots ben op dit model. Ja. Dit is een horloge wat maar liefst 4 uurwerken bevat. Je kunt dus de tijd aflezen in 4 verschillende tijdzones, onafhankelijk van elkaar werkend. Met een enorme duidelijke wijzerplaat, mat zwart-grijs, ja. Waarbij in 1 oogopslag de tijd in die 4 tijdzones afleesbaar is. Oké. Okay. Eigenlijk net als in een cockpit van een vliegtuig. Van een vliegtuig. Ja, dat maakt hem natuurlijk wel heel erg bijzonder. Hè? Normaal gesproken is hij dus 645 euro, maar nu op dit moment kun je hem dus, als je dus nu gaat bestellen, kun je hem dus op de website van invictastores.eu kun je hem bestellen voor slechts 179 euro. Wel heel belangrijk is dat je dan de kortingscode gebruikt. 1INV voor Invicta en dan de datum van vandaag. Dat is 1INV0906. Als je die kortingscode invult, dan krijg je dit horloge dus aangeboden voor dus die 179 euro. En Wim, ik heb ook begrepen free shipment. Klopt dat? We hebben free shipping, dus je krijgt en mocht hij echt niet in de smaak vallen, en dat kunnen we makkelijk zeggen, want dat gebeurt toch niet, ja. Dan kunt u het horloge ook gratis terugsturen. Ja, natuurlijk. Ja. René, ik heb iets niet verteld, en dat is... maar dat ben ik wel. Ik vind wel dat ik dat even moet melden. Een beetje stiekem naar jou toe, maar kijk eens, we hebben ook een geweldige giftbox geselecteerd, die we extra bij dit horloge aanbieden. Dit horloge, deze box is, net als het horloge, perfect waterdicht. En is een geweldig middel om het horloge op de juiste manier te bewaren en op te slaan. Kijk, dat zijn natuurlijk de leuke aanbiedingen. Hè? Dus je krijgt zelfs een giftbox, krijg je er op dit ogenblik bij. Ik wist het inderdaad niet, maar dat ziet er natuurlijk wel geweldig uit. Stel je voor, je krijgt die doos in huis. Hè, die doos is aan de buitenkant helemaal bruin. Daar zit niks gespannends aan. Maar op het moment dat jij dus die doos die van de koerier komt, op het moment dat jij die openmaakt, op dat moment begint jouw Invicta experience. Want je doet die doos open en bom, je krijgt meteen het gele van Invicta. Je wordt meteen welkom geheten in de familie. En dan zit daar dus normaal gesproken het gele, zeg maar, het schelp. Doosje zit erin. Maar als klopt, je dus... dat is onze standaardbox. Dat is de standaardbox. Maar als je hem dus nu bestelt, krijg je voor 179 euro, krijg jij dus die prachtige Coalition Force en je krijgt dan ook nog eens een keer die geweldige giftbox, de zogenaamde slotcase, die krijg je er helemaal gratis en voor niets krijg je die erbij. Nou, dat is natuurlijk een aanbieding die waanzinnig is. Nou, En alleen met de kortingscode die we hier op ons YouTube-kanaal vermelden, René. Hè? Ja, dus dat normaal gesproken krijgen ze, want deze boxes die verkopen wij ook op onze website voor 20 euro. Dus het is niet zomaar een giveaway. Het is niet zomaar echt, nou, daarvoor moet je dus wel de kortingscode 1INV0906, dat is de datum van vandaag. En is ook alleen vandaag is die geldig. Dus als jij er snel bij bent, dan krijg je hem, want de voorraad is beperkt en op is ook daadwerkelijk op. Dus dat kan zomaar gebeuren dat hij dus alweer uitverkocht is. Dus een fantastische mooie klok. Hier de Coalition Force. En ik zie al, bam, hij is sold out, Wim. Hij is al uitverkocht. Hij is al uitverkocht. Maar ik snap dat. Als je dit horloge ziet,
zien is kopen. Ja. En dan voor deze prijs en met deze verpakking erbij. Ja. Ja, dat is gewoon echt een buitenkans. En ik had wel verwacht dat deze uitverkocht zou raken. Ja, dat is geweldig. En vooral dat het dan ook zo snel gaat. Want dat betekent dat we op dit moment ook daadwerkelijk de Invicta lovers, de Invicta addicts, dat we die aan het kijken hebben op dit moment. Dus geweldig. Nou, in ieder geval gefeliciteerd met uw aankoop. Dat is natuurlijk helemaal top. Wim, de Invicta is een global brand. Een van de oudste horlogemerken ter wereld, zei je net. Maar Invicta is dus ook een merk wat echt celebrities aan zich weet te binden. Zonder dat ze daar dik vet de portemonnee voor pakken. Toch? Dat klopt, René. Wij hebben bewust gekozen om met eventuele celebrities, CQ-ambassadeurs te werken. Ja. Die echt oprecht gek zijn van ons merk, die echt Invicta-fan zijn. En ik denk als je dat bent en op die manier naar een merk kijkt, dat je het ook op de juiste manier uit kunt dragen. Dus de keuze is heel bewust geweest voor bijvoorbeeld een Jason Taylor, een merk, een voetbalplayer uit de Hall of Fame in Amerika. Niet zo heel bekend in Nederland, of in Europa zelfs. Maar we hebben recent een nieuwe celebrity aan ons gamma toegevoegd. Okay. In de vorm van Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. De bekende basketballer uit het Amerikaanse Dream Team. Inmiddels tv-celebrity in Amerika. Helemaal gek van ons merk. Heeft een geweldige collectie ontworpen voor ons. Ja. En daar zitten echt hele mooie limited editions bij. Okay, maar hoe komt dan zo'n samenwerking met zo'n Shaquille O'Neal, met echt zo'n Amerikaanse celebrity, hoe komt die tot stand? Want komen die gasten gewoon zeg maar, naar een store toe gerend en zeggen van hey, gave klokjes, ik ben celebrity, ik wil ook klokjes maken in mijn naam. Kan dat? Of hoe gaat dat in zijn werk? Nou, dat zou zo kunnen gaan, René. Maar aan het einde van de rit is het in dit geval, is onze CEO in Amerika fan van de Miami Heat, basketbalteam. Ja? En zat daar bij een basketbalwedstrijd waar Shaquille O'Neal verslag van deed voor de sportzender ESPN in Amerika. Ja. En hij droeg tijdens zijn verslag een Invicta horloge. Ja. Dus ja, als je dat ziet als eigenaar van het merk, dan is het ijs heel snel gebroken. Dus hij is in gesprek gegaan. Ja. En we luisteren het horloge wat jij draagt, daar ben ik eigenaar van. Kunnen we niet samen iets doen? Ja. Nou, voordat hij uitgesproken was, had Shaquille al een ja gezegd. Oké, nou ja, dat is natuurlijk wel. En hij heeft ook ervaring met tv-shopping, doet heel veel koopprogramma's in Amerika. Ja. En dus die stap, die was heel makkelijk gezet. En binnen no time hebben we met onze designers en met de input van Shaquille O'Neal een geweldige collectie neergezet. Ja. Die wij hier in Europa eind juli gaan introduceren. Oké, want ik zet er op dit ogenblik een plaatje voor. Ik zeg coming March to 2020. Dus Shaq, is Amerika in principe een voorloper met de horloges gezien nou, Europa? Nou, over het algemeen is de introductie ongeveer gelijk, René. Dat zal niet veel uitmaken. Alleen in het geval van Shaq hebben wij echt bewust gekozen voor de zomermaanden om te introduceren. Ja. Ook mede te maken met de gecompliceerde kasten en banden die er voor deze collectie gemaakt zijn. Aha. Dus de oplagen van die horloges, die zijn ook wat kleiner. Dus we hebben bewust gekozen om de eerste serie te introduceren op tv in USA. Ja. En de tweede batch die komt naar ons toe in Europa. Oké. Maar ook dan zal dat altijd gelimiteerd zijn. Er zullen nooit grote aantallen van deze series gemaakt worden. Alright. Ja, dus dat is dan ook wel weer interessant om zeg maar te horen en te weten dat het altijd een gelimiteerde oplaag is. Want daarmee. Ja, altijd maximaal 999 stuks. Aha, is dat alleen bij Shaquille O'Neal het geval? Of is dat? Nee, is ook bij Jason Taylor. Oké. En was in het verleden ook bij Gabriel Union. Altijd 999 stuks. Oké. Of minder. Ja. Dus daarmee verhoog je, als het ware, ook de verzamelaarswaarde, toch? Absoluut. Er zijn ook heel veel mensen die dit soort horloges kopen, zonder ze te dragen. Ja. Wij hebben, zoals je wel weet, René, hebben wij samen al eens een keer uitgebreid over gesproken. Wij hebben een jaarlijks terugkerend evenement in USA. Ja. Waarbij de Invicta Collectors gezamenlijk een vierdaagse cruise gaan doen vanuit Miami naar de Bahama's. Ja. En tijdens die vierdaagse cruise is het hele schip omgeturnd naar een Invicta
expositie, ja. Waarbij de verzamelaars zich hun Invicta-collecties aan elkaar mogen laten zien. Ja. Dat is een happening. Wij zijn 2 jaar geleden, ja, je laat nu wat beelden zien. Ja. 2 jaar geleden zijn wij aan boord geweest. Wij dachten ook van nou, dit is een beetje Amerikaans. Het zal wel wat minder spectaculair zijn dan dat ze het vertellen. Uiteindelijk is het een geweldige ervaring geweest. Als je al geen geel bloed had, dan krijg je die bloed af, dan ben je helemaal geïnfecteerd met ons middel. Ja, en ik zie daar dus ook camera's aan boord. Dus daar wordt op dat ogenblik wordt dat ook allemaal live uitgezonden op Shop HQ, hè, in een grote Amerikaanse tennisopvinding. 24/7 zijn er shows vanaf dit schip naar Shop HQ in Amerika. Ja. Ja, dus de volgende stap hoop ik te maken door onze YouTube-show, dus ook tijdens de cruise uit te zenden beneden. Hey. Ik heb locatie, jij in onderzaal. Dat lijkt me heel leuk. Ik had eigenlijk gehoopt dat je wat anders ging zeggen, meneer Van Buhl. Ja. Maar ja, het blijkt wel weer, ik ken mijn plek weer. Dat is wel weer duidelijk. Ja, ik denk niet, laat me maar duidelijk zijn. Ja, dat is over het algemeen wel beter, hè, om duidelijk te zijn. Dus wat dat betreft, zeker. Ik ken mijn plek dus helemaal weer. Ik denk dat het een mooie gelegenheid is ook om over te gaan naar het tweede horloge. Wat we op dit ogenblik weer aanbieden. En nogmaals, dat is weer een speciale prijs. Die je alleen waar je gebruik van kunt maken als je dus nu kijkt. Dus ik ga hem er hier eventjes voorzetten. Ik ga in ieder geval alvast laten zien wat die prijs gaat zijn. Dat is namelijk bijzonder. Dat is €115. Dus €115 voor een Invicta horloge. Maar welk Invicta horloge gaat het worden? Ja, dat is... Hop, moet ik even deze muis erbij pakken? Ja, ik moet zoveel doen hier tegelijkertijd. Nou, ja, dat kun je niet vanaf een cruiseboot. Ja, nee, dat kun je... Ja, dat is, shit. Ik ben weer het zelf in de vingers gesneden. Ik, ja. Schijnbaar nog niet wakker genoeg vandaag. Want het is in ieder geval niet anders. Maar dit is dus het horloge waar we dus mee... wat we dus in de aanbieding hebben. Dit is een Speedway. Wat kun je mij vertellen over deze Speedway, Wim? Nou, deze Speedway, René, daar hebben we samen ook al over gesproken. Ik denk dat dit de bestseller voor Invicta in 2020 aan het worden is. Ja, dat heb jij gezegd. Maar dit is een model met een hele toegankelijke maatvoering. Past op iedere pols. Kan gedragen worden bij een jeans, maar ook onder een pak, maar ook bij een zwembroek. Heeft een hele speciale lederen band met daaroverheen een laag Kevlar. Hetzelfde materiaal waar een kogelvrij vest van gemaakt wordt. Dus heel erg sterk en slijt vast. Ja. Ik denk dat we gekozen hebben voor een geweldige kleurstelling. Met die grijs-zwart tinten in de wijze plaat. Met een hele duidelijke stopwatch daarop. Hmm. Die heel goed afleesbaar is. En voor deze prijs ermee. En ook hier weer de verrassing. In de speciale 1 slot impact case, denk ik dat we een geweldige aanbieding hebben. Dat denk ik dus ook, want nogmaals, alleen die impact case kost je normaal gesproken al €20 wanneer je die bestelt op invictastores.eu. Een unidirectional bezel, is dit nou ook wat men noemt een duikershorloge? Nou, ik zou het niet specifiek een duikershorloge willen noemen, René, maar hij kan eventueel gebruikt worden om mee te snorkelen, zwemmen en dat soort zaken. Mm-hmm. Kijk, een duikerloge, een echt duikerloge adviseren wij toch met een loge te kiezen met een waterdichtheid van minimaal 200 meter, 20 atmosfeer. Ja. In dit geval praten we over een 100 meter waterdichte loge. Maar alle functies die een duikerloge heeft, dus die unidirectional bezel en de heldere afleesbare wijzerplaat met lichtgevende wijzers, die zijn aanwezig. Oké. Ik zie ook hele leuke rode accenten. Er zit dus ook een 24 uurs aanduiding in het horloge. Dus is het een kwarts of is het een automaat? Nee, dit is een kwarts horloge met een batterijuurwerk met een Seiko VD57. Oké. Een horloge, een uurwerk wat speciaal gemaakt wordt voor in deze versie voor Invicta. Oké. En omdat wij gekozen hebben om op de 5 aanduiding de datum nog zichtbaar te maken. Oké, ja, dat zie ik daar. Ja. Dat is een speciale variant daarop. Aha, en maar je noemt nog wel een merknaam op dit ogenblik voor het uurwerkje wat er dus eigenlijk in zit. Hè, Seiko is dan best wel een hele grote jongen? Ja, Seiko is een hele grote speler, zowel op horlogegebied
Is nog steeds veruit nummer 1 in Nederland. Maar ook wereldwijd een heel bekende naam. Maar heeft ook een aparte technische tak. Die heet Psycho Instruments. Ja. En daar komen de U-werken vandaan. En wij zijn al jarenlang preferred partner van Psycho. Waardoor wij ook speciale U-werken kunnen laten maken door Psycho voor onze merken. Oké. En het is een chronograaf. Klopt dat? Dit is een chronograaf inderdaad. Ja. Dus dat is eigenlijk een stopwatch. Toch? Stopwatch horloge, ja. Absoluut. Dus en eigenlijk een stopwatch zoals ik hier zie met... hij geeft dus de minuten aan en de uren. Of geeft hij ook de tiende van de seconde aan? Dit is de minuten en de uren. En de secondes geeft hij aan met de secondewijze van het uur. Oké, ja. Dus nou, een fantastisch mooi horloge. Wat dus op dit ogenblik ja, hier te bestellen is bij Wim. En je krijgt die slot, laat die slotcase nog even zien. Als je ja, wil. Dat is echt iets apart, nee. Kijk. Dus die slotcase die krijg je er vandaag bij. Die kost normaal gesproken 20 euro. Dus als je 20 euro op onze website. Ja, op de website. En als je dus nu bestelt, hè, dan krijg je dus niet alleen maar het horloge, maar je krijgt ook die slotcase erbij. Dus 115 euro voor het horloge. Maar dan moet je wel nu bestellen met de kortingscode 2. Want dit is de tweede aanbieding die we hier doen. En dan INV 0906. Dat is de datum van vandaag. En is alleen vandaag geldig. En uitverkocht is uitverkocht op invictastores.nl. Dus wat dat betreft weer een super EU. Strak. Ja, sorry, je hebt gelijk. Ja, .eu. Ja. Slapen doen we straks of nee? Slapen doen we straks, inderdaad. Helemaal goed. Ja. Hey, nou, in ieder geval weer een waanzinnig mooie aanbieding. Dus we gaan gewoon maar eens even over naar... wat we helemaal in het begin hebben aangehaald, dat zijn de ontwikkeling van de horloges. Wat kun je daarmee over vertellen? Over bijvoorbeeld hoe zo'n horloge opgebouwd wordt. Je hebt achter jou hele mooie schetsen staan. Ja. Begint het ook daadwerkelijk met de tekening van een horloge? Of is het... Ja, het begint letterlijk met een tekening, René. Met, nou, natuurlijk met een hersenspinsel, ja. Met een idee van ja, zo willen we een horloge eruit. Je moet je voorstellen dat het designteam van ons... is continu aan het onderzoeken naar materialen, kleuren, modellen, vormen. En aan de hand daarvan doen ze een hele hoop inspiratie op en komen ook terug met voorstellen. Ja. En van de andere kant hebben wij ook onze input naar de designteams toe. Van ja, wij denken aan een horloge met een vierkante kast en een unidirectional bezel. Ik noem dan maar even een hersenspinsel. En aan de hand daarvan komen heel veel ontwerpen die afgekeurd worden. Okay. Maar die 8 of 10 die we dan wel kiezen, die zijn natuurlijk dan helemaal geschoeid op de lees zoals wij dat bij Invicta willen. Ja. Helemaal duidelijk. Kijk, ja, hier zie je een beetje van het proces. Ja. En met die schetsen achter mij zie je ook letterlijk, die worden echt met de hand geschetst door onze hoofddesigners. Ja. En op het moment dat die handschetsen goedgekeurd worden, dan gaan we over naar een computer. Animatie, rendering, ja. Een CAD-CAM. En dan zie je dus vanuit alle hoeken kun je driedimensionaal, zelfs het horloge doorsneden, kun je zien hoe dat model eruit komt te zien. Ja. Dan wordt er nog niks gezegd over kleuren en materiaalgebruik. Okay. En dan gaat het naar de technische afdeling, waar gekeken wordt of wat er technisch haalbaar is, welk uurwerk het beste in deze kasten past. Ja, hier zie je een exploded view, hoe zo'n model helemaal opgebouwd is. Ja. En voor al die onderdelen, zelfs tot aan de banden toe, want dat wordt altijd een beetje onderschat bij de meeste merken. Wij hebben gewoon designers in dienst die alleen maar horlogebanden ontwerpen. Passend aan de kast, anatomisch verantwoord, materiaal gebruiken, anti-allergisch materiaal, combinaties van siliconen met rubber, waardoor je een soepele band krijgt, maar wel met de belangrijke eigenschappen van rubber, zoals het niet zweten, kleurechtheid, dat soort zaken. Ja. Ja, nee, helemaal, ja, echt geweldig dat, hoe dat allemaal in elkaar zit. Ik heb hier van een pro diver, zeg maar, ook weer zo'n exploded view, zoals jij dat net zo mooi noemde, ervoor staan. Laat maar eens even kijken hoeveel onderdelen dat er eigenlijk alleen al gemaakt moeten worden, individueel, om het horloge uiteindelijk samen te kunnen bouwen. En dan hebben we het nog niet eens over, zeg maar, hoeveel componenten dat het uurwerkje zelf heeft, maar gewoon... Nee, dat klopt. Dus in dit geval praat je over de Grand Diver. Dat is een van onze best verkopende series. Mm-hmm. Het is een 47 mm kast. En dan zie je inderdaad dat er echt gekeken moet worden. Want
deze horloges bevatten ook nog eens een keer een automatisch uurwerk. Okay. Dat uurwerk wordt door Seiko gemodificeerd voor Invicta. Ja. Hè, met de gele rotor en de Invicta Watch Group erin gegraveerd. Dat uurwerk laten wij heel graag zien. We zijn trots op het uurwerk wat wij daarin plaatsen. Ja. Dus er moet ook een doorzichtige achterdeksel ingezet worden, zodat we aan de achterkant het uurwerk kunnen bekijken. Ja. En daarbij moet het horloge ook nog eens een keer 300 meter waterdicht zijn. Oh, omdat drie... het een duikhorloge okay, is. De naam zegt het al, Grand Diver. Dus ja, er komt nogmaals, het is om een horloge te ontwerpen, te tekenen en te designen is allemaal leuk, maar het moet ook nog eens een keer technisch haalbaar zijn. Ja. En daar hebben we heel veel experts op zitten die continu bezig zijn met nieuwe productiemethodes, materialen en afwerking. Ja. Echt onvoorstelbaar hoeveel handelingen dat er ook gedaan dus moeten worden om zo'n horloge samen te bouwen. Hoeveel fabrieken, je hebt het in het begin van de uitzending heb je het gezegd hoor, maar even om te herhalen. Hoeveel fabrieken hebben jullie? We hebben 3 fabrieken in het Verre Oosten en 2 in Zwitserland. En 2 in Zwitserland. En wij kijken per horloge, per ontwerp, per productfamilie, waar wij denken waar het horloge gemaakt moet worden. Ja. En tegen de best mogelijke prijsklasse. Oké. Okay. Dus als wij denken, oké, dit is een horloge wat we gaan inzetten voor onze reserve familie. Ja. Onze high-end series. Dan kiezen we er bijvoorbeeld voor om kast en band in het Verre Oosten te bouwen. En het uurwerk en de verdere afwerking en afregeling geschiet dan in Zwitserland. Ja. Maar dat kan ook andersom. Er wordt kast en banden in Zwitserland gebouwd, waar de uurwerken geplaatst worden. Nog steeds van Zwitserse merken, bijvoorbeeld de Ronda. En in het Verre Oosten vanwege de lagere loonkosten natuurlijk. Ja. Ik kom af en toe wel eens horloges tegen van Invicta. Die bijvoorbeeld met een automatisch uurwerk, ik zeg maar €150 kosten. En dan kom ik Invicta horloges tegen met een kwarts uurwerk. Bijvoorbeeld voor €450. In mijn hoofd heb ik het idee dat een automatisch uurwerk duurder is dan een kwarts uurwerk. Is dat iets, een hersenspinsel van mij? Die perceptie is heel normaal, René. Dat hebben heel veel mensen. En ik denk als je een standaard horloge pakt met een automatisch uurwerk, dan is dat standaard horloge vaak duurder dan een ander standaard horloge met een kwarts uurwerk. Dat klopt. Alleen de prijs wordt bij ons niet alleen bepaald door het uurwerk dat wij plaatsen, maar ook door de afwerking van de kasten, ja, de banden, het materiaalgebruik. We hebben meteoriet wijzerplaten, we hebben eigen diamantfabrieken in Israël waar de diamanten geselecteerd worden voor onze series. Dat bepaalt voor een groot deel ook de prijs. Je kunt ervan uitgaan als je een Invicta koopt, ja, in een bepaalde prijsklasse, ja, dat jouw horloge, ja, het best mogelijke uurwerk bevat in die prijsklasse. Okay. Dus het kan zijn dat wij kiezen voor een Zwitserse uurwerk in een horloge van €250, omdat wij vinden dat dat uurwerk het best presteert in die prijsklasse. Ja. Maar het kan ook zijn dat er een in dezelfde familie een chronograaf horloge uitkomt. Die kost dan misschien €75 meer. Dan zit er een Japanse chronograaf in, omdat wij ervan overtuigd zijn dat die Japanse chronograaf in die prijsklasse de beste optie is. Ja. Nee, voor mij helder en duidelijk. Dus dat is ook weer een mooi bruggetje om over te gaan naar het derde horloge wat wij gaan aanbieden. En dat is eigenlijk een horloge waar een soort van favorite van mijzelf. Ik vind namelijk de Bolt-serie een hele mooie serie. En vooral deze spreekt mij heel erg aan omdat er juist een automaat in zit. Wat kun je me vertellen over deze geweldige Bolt, Wim? Ja, wij zijn zelf ook wel heel trots op deze Bolt, René. Bolt kun je op verschillende manieren kun je dat lanceren. Je kunt zeggen het is een wat chiquere lijn van Invicta. Wij vinden het zelf een beetje een lijn die ook gelieerd is aan de jacht, het jachtleven. Ja. De kabels die wij rondom de bezel heen maken, die zijn eigenlijk gebaseerd op de scheepstouwen. De touwen waar de jachten en boten mee, ja, vastgelegd worden. In dit geval hebben we gekozen voor een rosé gehouden optie, waarbij, ja, we het model helemaal gematteerd hebben. Als je het horloge het is heel moeilijk te zien voor de camera, maar als je het horloge in het echt ziet, dan lijkt het horloge bevroren.
Het is een hele speciale matte kleur. Oké. En we zijn enorm trots op het automatische uurwerk. En dat laten we ook heel graag zien. In dit geval zelfs door de wijzerplaat heen. Ja, 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 ja. Dat noemen we een open heart. En je ziet ook daadwerkelijk de spin van de veer, van de springveer van het uurwerk, zie je ook letterlijk draaien. Je ziet het horloge voor je werken. Ja. Het is echt wel echt iets aparts. En om in die open heart te komen, René, heb je een soort driedimensionale wijzerplaat, waardoor je als een soort concaaf naar die open heart getrokken wordt. Oké. Nou ja, sowieso ook weer waanzinnig interessant en heel erg gaaf. Dat rotorretje wat daarachter zit, ik heb wel eens gelezen dat het 28.000 keer per uur beweegt. Dat klopt. 28.000, dat is waanzinnig veel. Ja, dus voor de echte horlogeliefhebber zijn dit echt de snoepjes uit de collectie. Je voelt en je hoort het horloge ook echt lopen. Ja. Het horloge werkt voor je. En die ongekende precisie die daaraan vastzit, dat geeft het. Overigens wil ik er wel even bij vertellen, een automatisch horloge, René, of een mechanisch horloge, is nooit zo exact als een batterijhorloge. Ja, dat is, kan gevoelig zijn voor beweging, kan gevoelig zijn voor temperatuur, heeft een lichte afwijking, plus en min per week. Die afwijking die is minimaal. Ja. En een echte horlogeliefhebber neemt dat ook voor lief en weet ook dat die afwijking enigszins kan bestaan. Dus er zijn mensen die zetten... Ja, ik heb met het uursignaal op de radio heb ik het horloge op tijd gezet en nou loopt hij een minuutje voor en achter. Een echte liefhebber en een kenner weet dat dit mogelijk is bij een mechanische horloge. Ja, heel helder en duidelijk. Heel erg goed. We gaan eens eventjes kijken wat dit horloge normaal gesproken kost. €799. Alleen als je dus nu kijkt naar deze aflevering van Let's Talk Invicta en je kijkt live mee op YouTube of je kijkt live mee op Facebook, dan kun jij gewoon nu gebruik maken van een speciale aanbieding. En die speciale prijs, die is €219. En je moet de kortingscode 3INV0906 moet je gaan intikken voor dit waanzinnige mooie horloge, deze speciale bolt. Maar Wim heeft mij al twee keer verrast. Ik denk dat hij mij weer gaat verrassen. Kijk! Hey, je bent voorspelbaar aan het worden. Hup, zo. Ja. Toch is de verrassing hier, nee. Hè? Ja, kijk, dat is mooi. Maar dat is een hele andere slotcase, vriend. Ja, dit is eigenlijk dezelfde case hier nemen, dan een maat groter. Oké. Dit is onze 3-slotcase. Ja. En wij vinden bij deze chique serie Bolt, hoort eigenlijk een iets mooiere box. En we hebben een maat groter geselecteerd. En die krijg je met deze kortingscode vandaag gratis bij ons bij dit horloge. Ja. En de waarde van deze box is €45. €45, dus die krijg je er gratis bij. Kun je dus zeggen dat die prijs van €219, gewoon, daarvoor het horloge betaal je dus eigenlijk €170. Kijk René, en daar zitten drie slots in. Ja? Dus al de andere horloges die u al thuis heeft, die kunt u mooi opbergen in deze box en de bolt kunt u dragen. Nou, fantastisch toch? Nou, we gaan de bolt zetten we er nog eventjes voor. Wat kun je vertellen over die speciale kabel die erin zit? Want die kabel die verdwijnt, gedeeltelijk verdwijnt die onder, zeg maar, de kast. En dat is toch... Ja, we hebben echt een kunstwerk gemaakt van deze bezel, René. Ja. Dat is ook een beetje om de chique uitstraling van het horloge te benadrukken. Ja. Als je normaal echt een normale duikerbezel hebt, dan relateren heel veel mensen dat direct aan een sporthorloge. Mm-hmm. Dus in deze variant hebben wij gekozen om de kabel onder de bezel door te laten lopen. Met carbon fiber accentjes bovenop de bezel. Als een soort protectie. En dat geeft nog een extra chique uitstraling aan het model. Het is rosé goud. Maar is het ook echt rosé goud wat er blinkt? Of is het gewoon... Nee. Wat zeg je? Ja, jij weet het antwoord al, maar ik ga het toch vertellen. Ja, daarom. Vertel het maar even. Het is, al onze horloges, de meeste horloges die wij leveren, worden gemaakt van 316L staal. Het meest hoogwaardige edelstaal zonder... met nikkelarm. Nikkelvrij bestaat niet, maar nikkelarm. Dus nagenoeg geen allergie mogelijk. Wij hebben daar een speciaal platingproces voor ontwikkeld. Dat is een patent van Invicta. Dat heet Swiss plating. Waarbij de
kleur onder hoge druk en temperatuur en door middel van ionisatie in het staal gewalst wordt. Gewalst, oké. Okay. Dus je hebt een, punt 1 heb je een hele kleurechte geheel. Hè? Als je naast je echt gouden sieraden draagt, dan matcht dat perfect. Mm-hmm. Dat is één. En aan de andere kant is het enorm slijtvast. Oké. Dat is natuurlijk ook wel heel prettig. Maar hoeveel micron is het als het ware? 20 micron. Hoeveel? 20 micron. 20 zeg jij? 20 micron. Oh, ja. Ik heb de informatie dat het eigenlijk bij Invicta 10 micron is. Ja, nou, dan doe ik er 10 bij. Nee, jij doet er gewoon 10 bij. Kijk, verschilt dat per horloge? Of ja, het verschilt met de series ermee. Dat, wij hebben voor de Bolt series en de Reserve collectie hebben wij 20 micron. Aha. En voor de iets lager geprijsde series is het 10. Met dezelfde garantie overigens nog steeds. Oké. Okay. Dat is natuurlijk wel interessant. Over garantie gesproken. Hoeveel garantie zit er eigenlijk op zo'n horloge? Standaard geven wij 2 jaar garantie op onze horloges. Wanneer onze klanten hun horloge registreren op onze service website, dan krijgen ze nog een keer een jaar extra toegevoegd. Dus 2 jaar vanaf fabriek en 1 jaar extra van ons. Okay. En wij kunnen de horloge service en garantiezaken opvolgen in ons eigen servicecentrum hier in Hebel. Nou, ik ga het horloge er nog heel even voor zetten met de speciale actiecode die je moet gebruiken om het gebruik te maken van de aanbieding die we nu hebben. Dus €290, dus met de actiecode 3INV09906. En dan kun je hem bestellen op invictastores.eu. En je krijgt nogmaals die geweldige 3 slotcase. Die krijg je er vandaag gratis bij, maar dan moet je nu bestellen. Alleen vandaag is deze aanbieding geldig. En dat is een speciaal cadeautje van Invicta en van mij als het ware. Omdat je dus nu kijkt naar onze Let's Talk Invicta uitzending. Nou, je hebt het over het servicen van de mogelijkheden in Hedel zelf. Als er eens een keer wat gebeurt. Zeg het maar, wat gaan we doen? Gaan we dat bewaren voor de volgende talk? Of gaan ja, we lijkt dat me goed om daar eens een keer een verhaaltje aan te wijden, René. Want we zijn ook heel trots op het servicecentrum wat wij neergezet hebben. Ja. Maar dan zou ik graag wat uitgebreider vertellen in de volgende show. Oké, lijkt mij een heel goed plan. Want we zijn eigenlijk alweer ruim over onze tijd heen die we gepland hadden. Maar dat maakt niet uit. Dat is namelijk ook het mooie van Invicta. Wij kunnen, als het moet, kunnen we hier wel uren met elkaar over deze prachtige horloges kletsen. En dan zijn we nog niet uitgeluld, om het maar even populair te zeggen. Dus we gaan even nog heel kort gaan we even reviewen wat we allemaal aan speciale aanbiedingen hadden. Eigenlijk, ja, de eerste hoeven we eigenlijk niet meer te laten zien. Want die is uitverkocht. Die kunnen we niet meer leveren. Ja, die kunnen we niet meer leveren. Maar dat geeft wel aan dat je dus er wel snel bij moet zijn. Nou, normaal €179, maar hij is uitverkocht. Dus helaas pindakaas. Ja, maar ik beloof dat we uit dezelfde serie in de volgende show een nieuwe aanbieding zullen introduceren. Nou, dat staat. Nou, we hebben een grote zending die binnenkomt deze week. En daar zit ook uit de Coalition Forces weer een nieuw model bij. Dus die zal ik zorgen dat die in de volgende show beschikbaar komt. Nou, helemaal goed. Dan hadden we ook nog deze. En dat is namelijk de Speedway. En deze Speedway is voor €115. Maar dan moet je wel dus de speciale kortingscode van vandaag gebruiken. 2INV0906. En dan is hij voor €115. En nogmaals, je krijgt er vandaag een slotcase krijg je erbij. In dit geval een one slotcase. Dat is die Wim nu aan je laat zien. Nou, dan hebben we ook nog het derde klokje die we net hebben laten zien. Dat is deze prachtige, dat is deze hele mooie, bijzondere bolt. Ja. En die hebben we voor de bijzondere prijs van, jawel, €219. En je krijgt er vandaag dus een 3 slot case krijg je erbij. Maar je moet wel die speciale kortingscode invullen bij het bestellen die alleen vandaag geldig is. Dat is 3INV0906. Dus en dan kun je dus gebruik maken van die prachtige mooie Invicta. En ik zal even Wim laten zien met de slot case. En dat is de 3 slot case die je erbij krijgt. Kost normaal gesproken 49
40 euro op de website bij Invicta Stores. Dus wat dat betreft ook weer een super strakke aanbieding. Nou, Wim, ik denk dat wij er voor vandaag maar een eind aan gaan breien. Dus ik zou zeggen, dankjewel voor je tijd. En dankjewel voor je nee. En de volgende keer zijn we er weer. En dat is volgende week weer op dezelfde tijd. Nou ja, quasi online zender. Laten we het dan maar zo zeggen. Wim, nogmaals bedankt. En tot ziens dan maar weer. Tot een volgende keer. Nee. Ja hoor, groet. Hoi. 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 Dan moet ik deze. En hup, daar heb ik Let's Talk Invicta er weer achter staan. Dat betekent ook dat ik weer ga afsluiten voor vandaag. Nogmaals bedankt voor het kijken. En volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering Let's Talk Invicta. Met ook weer super scherpe aanbiedingen. Tot de volgende. Gegroet.